Maar volgens mij had ik toen ook een soort van zo'n best wel vage droom, weet je, dat alles super wit werd. En nou, of dat nou daadwerkelijk het randje was, dat weet ik niet. Maar het was wel, je zegt dat niet iets lang hoeven duren voor die chirurgen er waren. Eind 2018 sloeg het noodlot toe voor Rick, Resort en zijn vrienden. Na een avond stappen werden ze slachtoffer van zinloos geweld. De avond dat ik ben neergestoken is eigenlijk een avond zoals alle anderen. Veel lol, gezelligheid, met een paar vrienden de kroeg is ingedoken. Toen zijn we uiteindelijk bij de discotheek daar geëindigd en toen ging ik mis. Heel erg mis. Dat begon allemaal hier voor Club Vibes. Na een woordenwisseling werd Rick meerdere malen gestoken, ook in de hartstreek. Met bijna fatale gevolgen. Na een steekpartij vannacht in Rotterdam hebben hulpverleners... De 22-jarige man uit Ridderkerk was er zo erg aan toe dat hulpverleners hem op straat moesten opereren. Voor de steekpartij zijn 4 mensen opgepakt. De politie gaat ervan uit dat de slachtoffers de daders niet kenden. Ja, voordat we het eigenlijk wisten kwamen we in een soort van woordenwisseling met een paar gasten terecht over die fles whisky kwijt waren. Ja, die hadden wij niet, we wisten ook niet waar die gebleven was. Maar op een gegeven moment werd het wat agressiever en wat intimiderender. En vanaf dat moment kreeg een vriend van mij een klap op zijn achterhoofd en was het eigenlijk worstelen, duiken op elkaar en klappen uitdelen, dachten we. Maar toen kwam er een derde, ook nog onbekende persoon bij en die besloot eerst een vriend van mij in zijn rug aan te vallen. En toen mij ook vanaf de zijkant half. Nee, ik had niet direct door dat het een mes was. Dat kwam meer door de adrenalinekick die ik in principe had door het opstootje. Maar op een gegeven moment werd het gevoel iets branderiger. En ik zag in principe het witte shirt bebloed worden. Vanaf dat moment had ik wel door dat het geen normale stoot was met een vuist, maar dat het in ieder geval met een scherppuntig voorwerp geweest moest zijn. Ik ben eerst in mijn hartstreek gestoken. Vervolgens, ik weet de volgorde niet, maar mijn lever. Hier zo aan de andere kant. Eenmaal in mijn rug aan de zijkant. Mijn schaamstreek en eenmaal op mijn achterwerk. We kwamen hier naar buiten. Zijn we eigenlijk hier in de discussie beland, wat het toen nog was. Nou, toen op een gegeven moment schermutseling, een vechtpartijtje. En toen uiteindelijk hier ergens tegen de muur beland. En toen ben ik eigenlijk hier zo eigenlijk voor de deur wel in elkaar gezakt. Toen nog wel een keertje proberen op te staan, maar dat... Toen ben ik uiteindelijk weer hier in de gang terechtgekomen door de bewakers en een vriend van mij. Om daar geopereerd te worden. En toen kwamen de ambulance al binnen 6 minuten vanaf de MMT-basis naar de Vibes gereden. In de gang van de discotheek open hart operatie gehad. En dat is gelukkig zonder infecties of andere bijeenkomstigheid is dat uitgevoerd. En goed gegaan, gelukkig. Ik kreeg de vraag nog toen ik in het ziekenhuis lag van joh, wat kan je eraan doen om het te voorkomen. Maar het is inderdaad, het kan iedereen gebeuren. Het is binnen een fractie van een seconde is het gebeurd. Dus het is niet dat de een het wel kan overkomen en de andere niet. Het is echt, het kan zomaar gebeuren. Ik ben hier best wel vaak naartoe gegaan met mijn vrienden, dus in dat opzicht voelde het wel als een soort thuishaven. Alleen nu is het iets minder veilig dan dat hij voorheen was. Dat is natuurlijk wel best een bijzondere plek voor mij ook. En vooral de eerste keer dat ik hier kwam was het heel onwennig, heel erg angstig wil ik het niet noemen, maar niet zo veilig als dat het voor mijn gevoel altijd wel was. Maar nu sta ik hier eigenlijk best wel trots en wel gewoon met een goed gevoel. Als ik uit de douche stap, dan zie ik heel wat littekens. Eigenlijk daaraan gekoppeld de herinnering die ik eraan heb. Als ik het zie, dan herinner ik het de hele periode en geeft me eigenlijk wel een soort kracht. Gewoon een soort van boost. Om door te blijven gaan, om te genieten van het leven en de dingen blijven doen die ik wil doen. Zo snel mogelijk en op een zo goede en gezond mogelijke manier. De rechter hier in Rotterdam heeft 6 jaar cel opgelegd voor een steekpartij bij Club Vibes. Westersingel, Rotterdam Centrum, 29 december van het vorig jaar. Een bijna fatale steekpartij. De laatste tijd lees je eigenlijk steeds meer dat jongeren met een mes op zak lopen. En dat vind ik eigenlijk wel bizar. Ik heb wel een mes op zak, maar ja, dat is omdat
ik een risico, bepaalde risico niet wil lopen. We liepen echt elke dag met zulke mensen. Op straat, we hadden ruzie. Met iedereen, met veel mensen gewoon, hadden we ruzie. Veel jongens, ook jongens die ik ken, zijn gestoken. En ja, ik wil niet dat het mee overkomt. Ja, oké, als ik het eigenlijk wel lees, voorbij zien komen, dan denk ik eigenlijk wel direct terug aan de avond dat het bij mij en mijn vrienden mis is gegaan. Het kan levens kapot maken, niet alleen voor het slachtoffer en vrienden en familie van dien, maar ook de dader zelf. Ik denk niet dat ze zich beseffen wat een mens daadwerkelijk kan doen met hun leven. Mijn boodschap, ik ben er gelukkig samen met mijn vrienden goed uitgekomen. Dat had heel anders kunnen aflopen, wat de laatste tijd best wel vaak in het nieuws naar boven komt. Dus laat je messen thuis, het is nergens voor nodig. Je maakt je eigen leven kapot van mensen om je heen. Het is laf om hem te gebruiken, maar misschien ook onbewust. En in een fractie van een seconde kan het helemaal misgaan.